Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe trendeditie van Essence uittesten, namelijk de Melting for Ice Cream collectie. Deze collectie ligt op dit moment wel in de winkel, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, hij vloog de winkel uit, omdat hij echt super schattig is. Maar ik heb de producten kunnen kopen die ik graag wilde hebben. En in deze video ga ik je meer informatie geven over deze collectie. Laat ik de producten zien en uiteraard gaan we de producten samen uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze collectie, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, wat zegt Essence zelf over deze collectie? Maar het is wel echt een zomercollectie. En nu ik deze video opneem is het echt zo 28 graden of zo. Dus ik zit ook echt nog wel in de zomergevoelens, zeg maar. In de zomer is het tijd om eindeloos te genieten van de zon en van heerlijke ijsjes. En deze trendeditie is dus geïnspireerd op de koele versnapering van ijs. En biedt je dus eigenlijk al vanaf half augustus, lag die in de winkel, alles wat je nodig hebt voor een zomerse look. De producten hebben een zoete geur en ook wel zachte texturen en super schattige designs. En ja, dat maken deze collectie eigenlijk echt een absolute highlight. En ik moet wel echt zeggen dat ik echt wel twee producten heb die er echt uitspringen qua schattigheid. Ik begin allereerst eventjes met de cream en blush lighter. De prijzen van de producten zal ik even in beeld neerzetten. En dat is deze. Dit is hem. Dit is de blush en highlighter. Deze heeft de naam C01 Water Cream Team gekregen. Dit is dus een hele mooie blush lighter met een heel leuk ijsje binnenin. Dus die kun je dus echt als blush gebruiken. Ik zal hem gelijk even swatchen. En dan zit de highlighter ernaast. Ik denk dat het op beeld misschien niet heel erg opvalt. Dus ik hoop dat het op het gezicht er wat beter uit zal zien. Wat Essence zelf over dit product zegt, is dat het een combinatie is van een gouden highlighter en een levendige roze tint. Die je wangen een prachtige glow geven. Eigenlijk zou het al zichtbaar zijn als slechts één keer aanbrengen. En de poeder heeft een gewichtsloze textuur. En je kunt de producten dus makkelijk aanbrengen en blenden. Dus dat zeggen ze eigenlijk over de blush lighter. Dan ga ik door naar de Melting for Ice Cream PH Reacting Lip Creams. Dat zijn deze twee. Ze hadden twee tinten. Ik zal ze eventjes zo laten zien. Dat is die. En dan hebben we deze. Dit is een lichte. Ik moet zeggen, de lichte heb ik al gebruikt en ik had er in eerste instantie dacht ik van wat moet ik hier nou van gaan zien. Maar ik zal even het plaatje in beeld nu zetten hoe die eruit ziet straks aan het einde. Want we gaan de roze dus proberen. Ik heb hier allereerst de 01 Soft, Sweet en Creamy. Dat is de roze variant. En dit is de 02 Vanilla La Love. Dus dat zijn deze. Ik zal ze eventjes aanbrengen om te swatchen en dan zal ik ook weer even wat meer informatie geven. Zo, die brengen we eventjes aan. Het is nu alweer een bende op mijn hand natuurlijk van al die swatches. Kijk, dit is die lichte kleur. Die zie je natuurlijk niet zo, omdat die echt op de pH-waarde van je lippen reageert. En dit is die roze. Die zie je wel heel goed. Maar ik moet zeggen, die lichte kleur die zie je ook echt wel heel erg mooi op de lippen. Omdat die echt wel roze wordt. Nou, deze lipcreams die reageren dus op de individuele pH-waarde van je lippen. En ze hebben een swirl textuur. En ze zijn eigenlijk geïnspireerd op de twee populairste ijssmaken, aardbei en vanille. Ik wist niet dat dat de populairste ijssmaken waren, maar oké. Ze zijn ook nog eens super voedend en ze hebben een hele lekkere geur. Ze zijn verrijkt met vitamine E. Je lippen zouden dus door de pH-reactie een unieke, subtiele en prachtige lichtroze kleur krijgen. Dus dat zeggen ze over de lipcreams. Dan heb ik hier ook de lip scrub. Die ziet er zo uit. Ik ga deze ook niet swatchen, want dat heeft heel weinig zin. Even kijken hoor. Deze heeft de naam 01 Mr.
Nice Guy gekregen. Als ik het goed zie. Het is een beetje moeilijk leesbaar, want het is goud op zo'n potje. Zit een dubbel dekseltje op, wat ik altijd wel heel handig vind. Die haal je eraf en dan is dit de lip scrub. Een beetje sorbetachtig. Hij ruikt wel heel lekker, moet ik zeggen. Deze lip scrub die heeft dus een suikertextuur. En die zou de lippen super zacht en gevoed laten aanvoelen. Hij ruikt dus naar zoete aardbeien. Er zit een aardbeifruitpoeder in. En die zou zorgen voor zoete zomerkussen. Omdat je lippen er zacht van worden. Iets in die trend. Dus dat is die. Dan heb ik deze. En deze vind ik ook wel zo schattig. Want dit is namelijk de lippenbalsem. Ik kan hier de naam niet van lezen. Ik weet dat hij een naam heeft gekregen. Maar dit is een... kijk, hij staat hier onderop. Maar het is een hele lichte naam op een roze blaadje. Dus dat is niet zo handig. Ik zal de naam wel even in beeld neerzetten. Die ziet er zo uit. Hoe schattig dit ijsje. Dan draai je hem open en dan is dit de lip bebalsen. Ik hoef deze niet te swatchen, want die ga je gewoon niet zien, denk ik. Hij ruikt wel heel lekker. Ik heb hem hier geprobeerd wat aan te brengen, maar dat zie je ook gewoon niet. En dat had ik wel verwacht. Het is eigenlijk een aardbeien ijsje in een horntje. Ook deze ruikt weer naar zoete aardbeien en heeft een voedende textuur die een glanzende verzorgde finish in een lichtroze tint zou achterlaten. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Daarnaast had je ook nog twee kwasten uit de collectie. Die zien er wel heel leuk uit, maar ik heb het al wel vaker gezegd. Ik heb mijn eigen kwasten die ik gewoon heel fijn vind. En als laatste heb ik nog wel de nagelstickertjes gekocht, want die vond ik gewoon heel schattig. Die ga ik in deze video niet testen, maar het zijn allemaal ijsjes. Dat is dus heel leuk om een zomerse vibe op je nagels te creëren. Hier zeggen ze eigenlijk niet zo heel veel over. Je hebt 54 nagelstickertjes en hiermee kun je gewoon je nagels als een soort blikvanger maken. Ze zouden langhoudend zijn, dat staat er wel. Goed, ik ga eventjes de spullen pakken om de producten te gaan aanbrengen. En dan gaan we gewoon eens eventjes kijken hoe de producten bevallen. Oké, ik ga beginnen met de lip scrub. Omdat er best wel veel lipproducten zijn, dacht ik dan ga ik ze gewoon een beetje in stappen proberen aan te brengen. Omdat ik ze wel graag allemaal voor jullie wil uitproberen in deze video. Maar het maakt het een beetje lastig. Dus ik ga nu die lip scrub aanbrengen. Ik doop er een beetje met mijn vinger in en ik voel eigenlijk al meteen, terwijl ik rondjes draai, de scrubdeeltjes. Maar ik moet zeggen, het is een... Ja, hebbes. Zo. Oh. Ik krijg het in mijn mond, maar het is niet vies, omdat het dus lekker die aardbeiengeur heeft. Voelt wel heel lekker aan. Ik ben wel van mening dat ik dit normaal langer zou moeten gaan gebruiken, maar goed. We gaan gewoon eventjes een beetje improviseren. Dan ga ik nu de blush en de highlighter aanbrengen. Ik heb al eventjes een bronzer op, dus tijd om dat nu eventjes te gaan aanbrengen. Dus dan begin ik met de blush en ik heb daarvoor mijn blushkwast en ik dip dus in dat roze stukje van het ijsje. Ja, ik probeer nu te ruiken, maar ik ruik nu heel erg die scrub natuurlijk in mijn neus. Nou ja, zie je inderdaad heel goed. Wauw, leuk. Andere kant. Ik vind echt dat je hem meteen goed ziet. Ja, die ziet er wel heel goed uit, moet ik zeggen. Gaan we ook gelijk door met de highlighter. Die kan nog wel eens intens gaan worden, maar dat gaan we zien. Misschien moet ik hierbij even mijn bril afzetten, dat het ook makkelijker te zien is voor jullie. Want dit is natuurlijk een beetje lastig, want nu zie je die brilpootjes in beeld.
Oeh, die is best wel intens inderdaad. Je moet daar niet heel veel laagjes van aanbrengen, zie ik al. Want die voel je wel. Ja, heel leuk. Neus een beetje. Hij springt er inderdaad wel goed uit hoor, jongens. Nou wil ik ook heel graag nog een beetje aanbrengen boven mijn lippen. Maar daar ga ik eventjes mee wachten. Want dat doe ik altijd wel. Maar dat doe ik dan eventjes straks. Want dat is nu niet zo handig. Omdat ik eerst nog die andere lipproducten wil uittesten. Nou, dan ga ik nu wel even die scrub eraf halen. Hij heeft er dus niet heel lang opgezeten. Maar ik wil ook even die lippenbalsem proberen. Maar ik merk wel echt dat hij lekker scrubt. En ik ga hem zeker nog langer proberen. Maar ja, voor nu moet ik keuzes maken. Dat betekent dat deze er heel eventjes afgaat. En dan gaan we de lippenbalsem aanbrengen om die eventjes te voelen. En dat is ook wel lekker, want ik merk wel nu, omdat ik die lipscrub eraf heb gehaald, dat het wat droog aanvoelt. Ja, voelt wel lekker aan. Ik zie inderdaad een heel licht roze tintje en een beetje een glimmertje. Dan ga ik deze even laten intrekken. Dan ga ik even mijn ooglook maken. En dan kom ik daarna bij jullie terug om de lipcream te proberen. Maar dan kan dit mooie ook nog weer eventjes intrekken zo. Oké, de rest van mijn gezicht is ook klaar. Dan gaan we wel weer eventjes de lippenbalsem verwijderen. Ik voel het wel echt dat hij lekker aanvoelt. Zo, dan ga ik eerst nog even wat van die highlighter aanbrengen boven mijn lip. En dan gaan we de lipcream doen. Ja, het loopt een beetje uit. Ik ben al helemaal bezweet omdat het echt heel warm is. Goed, dan gaan we nu de lipcream aanbrengen. Ik moet zeggen, hij ruikt ook echt super lekker naar aardbei. Hij heeft een best wel fijne applicator, moet ik zeggen. Dus dat is top. Die brengen we nu gewoon aan. En eigenlijk zie je al meteen dat deze heel erg veel pigmentatie heeft van zichzelf. Dus het kan zijn dat hij nog iets roze gaat uitvallen. Maar ik zie al wel meteen dat deze best wel gepigmenteerd is. Die vind ik echt wel heel erg leuk. Het plaatje van de vanille kleur, hoe dat eruit kwam te zien bij mijn lippen, zal ik dus even nog in beeld neerzetten. Ik ga even mijn haren zo vastmaken en dan kom ik bij jullie terug om nog even de collectie na te bespreken. Nou, mijn eindconclusie van deze collectie. Allereerst de lipscrub. Hij voelt heel fijn aan op de lippen. Ik vind ook echt dat hij de lippen echt wel scrubt. Ik wil hem zeker nog vaker gaan gebruiken en dan ook iets langer. Voor deze video heb ik hem natuurlijk niet heel lang op gehad, maar hij scrubt echt. Er zitten hele fijne deeltjes in. Dat vind ik echt heel fijn. De blushlighter vind ik ook echt fantastisch. Het is wel een koele blush, daar moet je van, of koele highlighter, daar moet je heel erg van houden. Maar het maakt het wel waar, want je hebt inderdaad echt eigenlijk maar één keer aanbrengen nodig. En dat is eigenlijk al genoeg, omdat er heel veel pigmentatie in zit. Dus dat valt me ook zeker niet tegen. De lippenbalsem vind ik ook wel super schattig. Voelde ook heel fijn aan op de lippen. Maar ook die heb ik natuurlijk niet heel lang gebruikt. Ga ik zeker nog wat langer gebruiken. Maar voor de eerste indruk vond ik hem echt heel erg fijn in gebruik. Ja, en deze twee PH lipcreams, die vind ik ook echt heel fijn. De vanille variant die heeft me sowieso heel erg verrast, omdat die echt nog wel intens werd. En die roze kleur die lijkt nog wel iets intenser te worden, maar die is al vrij intens van zichzelf. Dus eigenlijk ben ik gewoon super tevreden over deze producten uit deze collectie. En ik vind dat Essence weer heel erg hun best heeft gedaan. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij van deze collectie vindt. En of je hem misschien ook hebt gespot en daar wat spullen van hebt gekocht. Ik heb gezien dat er online nog wel wat producten te koop zijn. Dus als je deze collectie intypt op Google, krijg je dus nog resultaten te zien waar de producten te koop zijn. Mocht je alsnog wat willen aanschaffen.
Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!